Ze grepen mij, drukten mij achter in een hoek bij een zeecontainer in het gaas. En ik kreeg gelijk een pistool op mijn hoofd. Angstige momenten heeft een van de slachtoffers naar eigen zeggen beleefd in handen van de Apeldoornse vader en zoon die afgelopen week voor de rechter stonden. Zo angstig dat hij niet herkenbaar in beeld wil. Volgens de man die een autobedrijf had, wilde de verdachte geld van hem hebben. Je gelooft het niet, want het is geen droom, het is een nachtmerrie waar je in terechtkomt. Volgens het slachtoffer heeft hij zichzelf uit een lastige situatie gered door aangifte te doen bij de politie. Die bleek toen al bezig te zijn met een onderzoek naar de Apeldoornse vader en zoon. Ook Jaap Prons uit Ede heeft met de verdachte te maken gehad. Ze zouden voor 30.000 euro hout mee hebben genomen van zijn Edese zagerij. Ik ben er gewoon ingetrapt. Ja, het was een handlanger die op klompen kwam. Die praatte ook helemaal plat. Hij kwam gewoon bij ons koffie drinken en overal over ouwe hoeren. En toch intussen neemt hij je beet. Prons is door zijn ervaring met de verdachte een stuk voorzichtiger geworden. Hij hoopt op een lange celstraf voor de mannen.